allemaal, leuk dat je weer kijkt naar Fem. En vandaag laat ik een paar van mijn favoriete gezonde snacks zien. En het is toevallig toeval dat ze allemaal met fruit zijn. Dat is toeval, maar ja, vandaar, stel je bent een moeilijke fruiteter, is het altijd wel handig natuurlijk. Allereerst gezond eten. Het allerbelangrijkste is natuurlijk gewoon gevarieerd eten. En ja, daar hou ik het even bij vast, voordat we allemaal opmerken van, oh, dat is niet gezond of dat is niet gezond, zus en zo. Het allerbelangrijkste is gewoon gevarieerd eten. En ja, dat wil ik even meegeven. Ik heb geprobeerd om snacks te nemen die best wel makkelijk te maken zijn. Dus niet met allemaal ingrediënten die je allemaal eens bij de supermarkt moet halen. Maar ik heb gewoon geprobeerd om ingrediënten te nemen die je meestal al in huis hebt. Dus laten we maar gelijk beginnen. Ik begin met een banaan en deze snijd ik doormidden. En allebei de helften leg ik dan even apart. Nou, wat ik ga doen is dat ik op allebei de helften breng een laagje pindakaas aan. En geloof me, dit is best wel moeilijk, want het is allemaal best wel glibberig. Dus het was best wel een uitdaging om het netjes te krijgen. Ik raad aan om met een lepeltje te doen, dat is het makkelijkste. Met een mesje is het net wat moeilijker. Nou, en je kan zoveel pindakaas doen als je wilt. Ik ben zelf best wel een pindakaasfan, dus ja, ik vind een laagje best wel dik is toch wel lekker. En vervolgens kan je er gewoon wat nootjes en rozijntjes overheen doen. Ook kokos is heel erg lekker en honing is ook echt een aanrader. En dan ben je eigenlijk al klaar. Dat is de allereerste snack. Het is een best wel aparte combinatie, maar ik vind het zelf best wel lekker. Nou, ben je niet zo fan van banaan, dan kan je het ook met een appel doen. Dan kan je gewoon appel gebruiken, deze in plakjes snijden en hier ook pindakaas overheen doen. En ja, vervolgens een soort van topping. En die topping, ik gebruik dus graag rozijntjes en nootjes. Maar ja, kokos kan van alles, honing. Ja, gewoon kijken wat jij echt lekker vindt. Ook de appel met pindakaas is een best wel aparte smaak en ik denk dat je er maar van moet houden. Maar ik vind het in ieder geval dus wel heel erg lekker. Het volgende wat we gaan maken zijn banaan havermout koekjes. Het enige wat je voor nodig hebt is een banaan en havermout. Doe het samen in een kommetje. Ja, de hoeveelheid. Ik gebruik één banaan en ja, de havermout doe ik een beetje op gevoel. En prak dit dan met een vorkje gewoon samen tot het een soort van, ja, een soort papje wordt. Nou, ik heb ongeveer deze dikte gebruikt. Niet te droog, niet te banaanachtig. Vervolgens pak je een lepeltje en doe je het op een bakplaat. En dan doe ik zo ongeveer een kwartiertje à 20 minuten in de oven, ongeveer 175 graden. En dan ben je klaar. Banaan en havermout is eigenlijk het basisrecept. En dat smaakt best wel naturel. Meestal doe ik er wat honing of cacao bij. Helaas was het niet in huis. Maar ik raad het wel echt aan om er toch iets van honing, cacao of kokos of zo bij te doen. Om het toch net wat meer smaak te geven. En als laatste gaan we, ja, appelchippies maken, zeg maar. Zo noem ik het altijd. Nou, gewoon, ik heb een appel en ik gebruik de kaasschaaf om er dunne plakjes mee te maken. Ik probeer met de kaasschaaf altijd, zeg maar, dat hele ringetje van die appel mee te krijgen. Zodat ik een soort van ootje krijg. Maar ja, het lukt me nooit. Dus heb ik eigenlijk altijd halve ootjes. Maar voor de chippies die je maakt, maakt dat niet heel erg veel uit. Nou, dan heb ik dus mijn appels. En daar doe ik wat kaneel overheen. En een beetje suiker. Ik doe de appels nog even in een kommetje. Dan kan ik alles een beetje roeren. Zodat de kaneel en suiker goed verspreid is over de appels. En daarna leg ik ze op de bakplaat. En doe ik ze ongeveer 10 à 15 minuten. Ja, op ongeveer 175 graden in de oven. En daarna ben je klaar. Dit was het dan. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Mijn persoonlijke favoriet is denk ik... ja, de laatste. Die vond ik het lekkerste met die appel. En dan in de oven zo. Echt super lekker. Laat in de reactie hier beneden achter wat jouw favoriete gezonde snack is. En ja, ik weet niet. Het is altijd wel leuk om nieuwe snacks te ontdekken, zeg maar. Tenminste, dat vind ik heel erg leuk. Ik weet niet of jullie dat leuk vinden. Maar doe het duimpje omhoog als je video leuk vond. Vergeet niet te abonneren op Fem. En dan zie ik jullie snel weer. Bedankt voor het kijken. Doeg! Veel bezig met je mobiel. Want dan is de kans op succes niet.